200 jaar voor een maatschappij die zo geweldig goed werk doet en duizenden levens heeft gered en ook werkt zonder subsidie, dat is uniek. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij vierde maandag haar 200ste verjaardag. Een dag die begon met een kranslegging bij Monument de Redder in Hoek van Holland. Eigenlijk sinds we 1921 zijn een heleboel redders hier in Hoek van Holland verdronken toen de reddingboot omsloeg. En dat hebben we ook herdacht met heel veel nabestaanden, heel bijzonder. Dat was in volgens mij 2021 of 2022, omdat er ook corona was, best ingewikkeld. Maar sindsdien is dat ook weer in ere hersteld eigenlijk. Om de mensen die de hoogste prijs hebben betaald voor het reddingswerk te eren. En dat die redders van de KNRM dit soort eervolle momenten verdienen, is iets waar Hans Reiniersen het volledig mee eens is. Ik ben een beetje verliefd geworden op wat zij doen. En die 1200 mensen die 's nachts naar bed uitgaan, ja? Omdat ze geroepen worden, schip in nood, die gaan de zee op terwijl wij onder de dikketjes liggen. En die gaan met gevaar voor eigen leven gaan die mensen redden. Het is geweldig wat die club doet, zonder vergoeding. En ik ben blij dat ik daar zelf ook een stukje aan mag meelappen voor wat betreft de toekomst. Want Hans kwam met een wel heel bijzonder verjaardagscadeau, namelijk een cheque ter waarde van 2 ton. Wat maakt nou dat u zo'n fan bent van de KNRM? Waarom dacht u, dit is de club die ik graag wil sponsoren? Wij hebben geen kinderen. Ik heb een geweldige baan gehad. Ik heb geweldig veel mogen meemaken. Maar ook heb ik gezorgd voor mijn mensen en er is voor mij ook goed gezorgd. Ik heb dus een vermogen kunnen opbouwen. Dat vermogen, dat gaat niet naar kinderen. Dat gaat voor een deel, dat doe ik al 40 jaar, naar goede doelen. Naar liefdadigheid. En dit is een doel wat zo geweldig is en waar ik zo veel inmiddels van heb geleerd dat ik zei, ja, ik heb nu meegedaan, maar het is niet de laatste keer. En dat is belangrijk voor de KNRM, want die bestaat zonder overheidssubsidies. Voor ons is het belangrijkste met het gevaarlijke werk wat de vrijwillige redders doen, dat ze dat veilig kunnen doen, zo veilig mogelijk. Dus daarin willen wij niet gebonden worden aan allerlei subsidies. De ene keer krijg je dit en de andere keer krijg je de helft. En dan moet je daar weer in schipperen. Dus we zijn heel blij met die onafhankelijkheid en met de steun, al 200 jaar, van vrijgevige mensen die het werk ondersteunen. Die noemen we ook de redders aan de wal. Ik ben een gelukkig mens dat ik in staat ben om wat ik in mijn werkend leven heb verdiend voor een deel op deze wijze, niet in een Bentley, maar gewoon in de club KNRM te stoppen. Dat geeft mij meer voldoening als die Bentley. Omdat ik dat kan doen, mag doen, maar ook doe. Er zijn altijd nog helden